nogmaals welkom op ons terrein. We gaan beginnen en ik wil eerst het woord geven aan Theo de Jong, hoofdman van Sint Margarethengilde. Heel goede schildersusters, heel hartelijk welkom. Namens Sint Margarethe wil ik jullie in ieder geval welkom heten. In het bijzonder wil ik welkom heten onze wethouder Ron van den Bergmortel, die de burgemeester vandaag vertegenwoordigt. We hebben de pastoor, die doet de vogel weiden dadelijk, mensen. Ja, als dat lukt, denk het wel. En Frans Wiemans, onze coördinator, die er vandaag perfect uitziet. Heel hartelijk welkom, heren. Ja, we vinden het fijn vandaag om hier met z'n allen weer onze verbroedering te doen. Vooral in ieder geval voor het Laarbeeks koningsschieten. Het is toch in ieder geval fijn om dat ieder jaar weer te kunnen doen. En het is ook iets om voor onze gildes zelf. Gilde, geef, acht, voorwaarts, mars. Lieve mensen, wat fijn dat we op zo'n heerlijke zonnige dag hier samen mogen zijn. We hebben de vogel bevrijd en dat is belangrijk. Idealen zoals vrijheid, gelukkig zijn, gezegend zijn, doe je niet alleen, dat doe je samen. We zijn samen op weg gegaan. We mogen dan ook, samen God zegen vragen over deze vogel, over onszelf en over deze dag. In naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen. Nou, de vogel is goed gezegend. Ik wens iedereen een heerlijke voortzetting. En een gelukkige voortzetting. En heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, het wereldlijk gezag noemen ze dat dan, hè? Het wereldlijk gezag. Een hele goede middag allemaal. Fijn dat we hier allemaal samen kunnen zijn op deze mooie zonnige dag. Ik wil graag allereerst even gebruik maken van de gelegenheid om het Gilde Sint Margaretha te bedanken voor de gastvrijheid en de organisatie vandaag. Ook een speciaal woord van welkom voor Tony Gevers, de huidige Laarbeekkoning. Vorig jaar met een dubbele primeur Laarbeekkoning geworden. De eerste vrouwelijke Laarbeekkoning en de eerste Laarbeekkoning namens Gilde Sint Antonius. Dus dat is een prestatie op zich. En uiteraard ook een woord van welkom aan alle andere gilden en alle andere mensen die vandaag aanwezig zijn. Wat ik eventjes wil zeggen is, de burgemeester die is vandaag verhinderd. Dus de grote eer en verantwoordelijkheid die is aan mij toegekomen om het wereldlijk gezag vandaag te vertegenwoordigen. U mag er natuurlijk vanuit gaan dat ik dat met eer en geweten zal doen. Ik word daarin ook bijgestaan door onze gildecoördinator, dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. En ik zal mijn woordje kort houden, des te meer tijd er overblijft voor alle deelnemers om de vogel van de boom te schieten. Maar er is één ding dat ik toch wel heel belangrijk vind om dat eventjes te noemen. En dat is, kijk, de eerste Laarbeekkoning, die eerste wedstrijd was in 2007. Dit is inmiddels de 14e editie, als ik het goed heb. En dat is natuurlijk een stukje traditie. En dat tekent natuurlijk ook de Laarbeekse gilden. En die gilden die staan voor cultuur, voor traditie en voor broederschap. Dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat we in Laarbeek niet één gilde hebben, niet twee gildes. Maar we hebben er vijf en daar zijn we volgens mij rijkelijk bedeeld. En die gildes, ja, daar is de gemeente is daar ontzettend trots op. En die is ontzettend dankbaar aan alle gildes voor de bijdrage die zij leveren aan de gemeenschapszin. En aan het broederschap. Dus dat vind ik belangrijk om dat even gezegd te hebben. Tot slot kan ik het natuurlijk niet nalaten om ook even te benoemen dat de gildes ook vertegenwoordigd zijn in het boek Trots op Laarbeek. Dat boek is ter ere van het 25-jarig jubileum van de gemeente uitgebracht. Dus als u nog niet dat boek in uw bezit heeft, dan raad ik u zeker aan om er eentje op te halen.
En tot slot wil ik graag alle deelnemers, alle schutters, heel veel succes wensen. En alle andere aanwezigen een hele fijne dag wensen. Dank u wel. Dank u wel. En dan wil ik nu het woord geven aan de afgaande Labie-koning Tony Gevers van het Sint-Antonisgilde uit Beekendonk. Nou, dankjewel. Ik wil iedereen bedanken, vooral de gildes die ik Labie-koning heb mogen zijn onder de gemeentes of van de, onder de verenigingen, want het is ontzettend mooi om Labie-koning te zijn. Ik ben geweldig ontvangen bij iedereen dat ik uitgenodigd ben. En met deze laat ik het ermee. En dan vraag ik even Steve Roesel of dat hij even bij mij wil komen om een herinnering te geven aan iedereen. Namens Tony wordt er een herinnering uitgereikt aan de wethouder, onze gildecoördinator, aan de gildes, aan de hoofdmannen. Dus als de hoofdmannen even een keer zwaaien waar ze staan, want anders wordt het een hele zoektocht. En de eigen gilde last. Zo hoort het, hè? Ja, ja. En met deze moet ik... Ja. Schouw maar even bij. Ja. En met deze is de, voor, de coördinator, meneer Biemans. En dan gaat het nu langzaam tijd worden om jou van het koningschap te ontheffen. Dus ik wil jou toch weer even terugvragen. Sorry dat je die kant liet lopen, maar ik had nog niet goed op mijn blaadje gekeken. En dan wil ik wethouder van de Berkbond en Frans Biemans vragen om jou het koningsschild af te gaan nemen. Om, ja, daar zal ik niet hard op naroepen wat je gezegd werd. En dat is het einde van jouw koningschap van het afgelopen jaar. Daarna zul je uit handen van Frans Biemans een replica gaan ontvangen van het schild als blijvend aandenken. Frans, je mag meteen hier blijven, want je liep al hier naartoe voor, om een praatje te gaan houden. Ja, nou mag je al. Dus we hebben tijd zat, maar hou het toch maar een beetje beperkt. Ja, dankjewel. Beste mensen, inderdaad, zoals de wethouder zei, in 2007 zijn we hiermee begonnen. Toen heeft de gemeente Laarbeek ook dat schild geschonken. Inmiddels zijn we 15 jaar verder. En ja, de gilde had zelf bedacht, we doen iedereen die gilde koning is, Laarbeek gilde koning is geweest, daar zetten we de naam op de achterkant van dat schild op. En nou is inmiddels de plaats is op, want alle namen staan erop die geweest zijn, maar dan is er geen plaats meer voor een nieuwe naam. Dus moest er iets gebeuren. Het idee was misschien een nieuw schild. Maar toch hebben de hoofdmannen, vooral, ik mocht erbij aanwezig zijn, maar die hadden bedacht, als we nou eens die keten elke keer een schakel bijzetten. Voor deze mooie woorden. We gaan nu de vogel op de schietmast plaatsen. Dat doen we met behulp van Frans Biemans en wethouder van de Bergmortel. En onze schietcommissie van vandaag die gaat ook controleren of dat allemaal goed gebeurt. Ja, die is denk ik niet goed. Ja. Ja, die komt. Ja. Ja. Ja, en dan zetten we hem weer erop.
Pootje. Pootje er ook. Ja, kijk eens aan. Maar er zit lood aan en daarom gaat dat zo moeilijk. Hij zit goed vast. Ja. Ja. Kijk. Goed eruit. Ja. De vogel die is geplaatst op de mast. Hij is gecontroleerd door zowel Frans als de wethouder van Bergnochel. Dus hij zit goed vast. De schietcommissie heeft hem echt goed vastgedraaid dat hij niet in twee schoten naar beneden kan of zo. Hoe nee, hè? Kijken of niet? Lachen? Ja, van de meneer kon je zeggen van de bij de jeugd denk ik gewoon aan de hand dat ik vrij wil van het bed. Ik zit bij ons niet. Maar laat me gewoon de weg tussen. En die wil nog niet nat. Jawel, dat was echt zo'n met. Jan Rovers, die vervangt Gerard van Ganswinkel, die helaas niet aanwezig kan zijn. Die is helaas even uitgeschakeld. Jan die gaat ons helpen bij het schieten vandaag. En onder zijn mededeskundige leiding gaan we nu beginnen met het eerste schot. Je mag hem dicht de mond doen, naar rechts doen. Oh. Altijd rechts doen. Oké. Okay. En dan midden het. Yes. Ja, ja. Een voortreffer erin. Goed zo. Goed zo, Jeff. Ron, aan jou de taak om de wereldlijke macht om ook zo'n mooi schot te kunnen lossen. Frans is onder andere heeft wel ooit bij onze blauwe collega's het laatste stukje van de volgende naar beneden geschoten bij het. Ja, deze keer. Dat is toch niet als het nou in één keer naar beneden. Deze keer hoeven we er echt geen schrik op. Ja, staat er nou weer bij. Ja, ja, ja. Als het nou in één keer naar beneden schiet, dan moet het toch nog een jaar blijven, denk ik. Anders dan is dit de opening van ons schieten. Dankjewel allemaal voor de schoten. Het is hiermee, het schiet is officieel geopend. Zo dadelijk zullen we met de wedstrijd gaan beginnen. Ik wil iedereen vragen om goed in de gaten te houden wanneer dat men aan de beurt is. Het zal om worden geroepen door onze schietcommissie. En ik wens iedereen heel veel succes toe en dat de beste schutter vandaag mag winnen. En een fijne middag allemaal. Jan Manders, Sensovages. Ja, iemand moet de nieuwste zijn, hè? Tijn van der Bruggen. Jos Kruijters. Toon Thijssen. Twan Steeks. Ja, dat is niet.
Stefan van Vettel. John Verhoeven. Henk van der Velde. Erik Prinsen. Hij moet hier naar beneden. Nee, niet de volgende. Noud van de Brugge. Pascal van Gilst. Henk Peters. Ja. Peter van den Burg. Jolanda Steeks. Stijn Evers. Donkers. Harry van Dijk. Pierre Steeks. Matti van Rey. Martin Tonen. Tony van Malen. Nou, ik hard. Pieter Bouwman. Toon Gevers. Geert-Jan van Rijkstal. Come straight from the
Piet Swinkels. Gerard Verhoeven. Jos van den Neuvel. Erik Prinsen. Ik ben Erik Prinsen. Goed volgende jaar! Hé, die kon die skieten zien gaan. Dat is jullie goed. Sint Margrethe Gilde van Haak gefeliciteerd. Ja, Je naam is Erik Prinsen. Je functie? Ik ben de staande deken van het Sint-Servaas Schilder uit Lieshout. Eerste keer dat je meeschoot op de Laarbeek Koning? Dat klopt. En het is de eerste keer dat ik überhaupt geschoten heb. Dus misschien moet ik maar meteen maar stoppen op een hoogtepunt. Ja, je begint op je hoogtepunt en je stopt op je hoogtepunt. Maar ja, als het goed is, krijg je een heel mooi jaar. Zeker. Ik kijk er echt naar uit. Het is een hele eer. Ja. Ja, Erik. Ja, hier sta je dan, hè? De koning van Laarbeek. Dus, maar goed, ik ga je daar vragen of jij, en dat denk ik een overbodige vraag, want ik heb nog nooit iemand gehoord wat ze de vraag stelde des Chinezen. Dus ik denk dat het goed komt. Maar goed, volgens de officiële regels gaan we dit doen. Dus ik ga jou vragen of je het schoonschap wilt ervaren. En dan wil ik... Dat wil ik zeker. Dankjewel. Het is toch nog een heel stuk geworden volgens mij, waar naar beneden is gekomen. Maar dat is een mooi stuk, die kunnen thuis inlijsten. Dat heb ik ook gedaan, van mijn koningschap. Mooi lijstje eromheen, kunnen mooi aan de muur hangen. Kunnen ook mooi naar kijken. De handen zijn gewassen. Als teken van reinheid. Erik heeft een zilveren muntstuk geofferd.
zodat hij daarmee ook zijn koningschap aanvaard heeft. Ja, koning. Het geluid laat een beetje in de steek. Hij doet het wel voor me. Ja? Ja, doe het wel zachtjes. Oké. Dichter met het mondje keer. Ja? Ja. Goed, Erik. Jij hebt nou de vlag van Laarbeek. Dus, en dan ga ik jou toch nog een paar vragen stellen. Beloof jij een goede koning te zijn? Ja. Ja? Oké. Okay. Beloof jij aan de gezamenlijke gildeactiviteiten van de Laarbeekse gilde deel te nemen? Ja. Ook? Het koningsgild, maar ja, dat mag nu omgehangen worden. Dus, dus dan wil ik Frans Biemans en Van de Bergwachter vragen om het koningsgild om te gaan hangen. Zodat die Erik officieel de nieuwe Laarbeek koning is. Hoedje af, 2000. Petje op, petje af. Petje af. Mike in. Dankjewel. Een applausje voor onze nieuwe koning. Dankjewel. De oorkonde van de Laarbeek koning. Ter bevestiging van de eeuwigdurende relatie tussen de gilde en de gemeente wordt de titel Laarbeek koning het volgende overeengekomen. De Laarbeek koning of koningin is de winnaar van de jaarlijkse wedstrijd onder geuniformeerde leden van de Laarbeekse gilde. De jaarlijkse wedstrijd wordt roelerend tussen de gilde van Laarbeek georganiseerd. De naam van de nieuwe Laarbeek koning of koningin wordt genoteerd op een zilveren schild met keten, geschonken in 2007 door de gemeente, welke jaarlijks hiervoor wordt aangepast op kosten van de gemeente. De burgemeester zal als hoogste drager van het wereldlijk gezag het zilveren schild met keten blijvend beheren en in goede staat onderhouden in goed overleg met de Laarbeekse gilde, CQ de gildecoördinator. Het eigendom van het schild met keten is en blijft van de Laarbeekse gilde. De fungerende Laarbeek koning of koningin heeft het enig en volledig gebruiksrecht op het dragen van het schild met keten. In de eerste plaats tijdens de installatie op de wedstrijddag en bij representatieve activiteiten van de gemeente, zoals Koningsdag en de dodenherdenking. Verder bij deelname aan gildedagen, gildebijeenkomsten en tentoonstellingen. De tekst van deze oorkonde wordt voorgelezen meteen volgend op de installatie van de nieuwe Laarbeek koning of koningin. Deze oorkonde heeft een terugwerkende kracht als ware deze opgemaakt op 1 januari 2022, zijnde 15 jaar na de instelling van de titel Laarbeek koning. Aldus opgemaakt op 24 april 2023. Presenteer uw vaandel, neig uw vaandel, zwaai uw vaandel voor God, koning en vaderland en voor de nieuwe Laarbeek koning. Tamboers, roert u erop. Ik heb een handvol. Dan gaan we proosten met z'n allen op de nieuwe Laarbeek koning. Proost! Proost!